De voorbereidingen voor de 20e editie van Suripop zijn in volle gang. Dit componistenfestival wordt volgend jaar gehouden. Volgens Odette Miranda, secretaris van de Stichting ter Bevordering van Kunst en Cultuur, beginnen de voorbereidingen altijd een jaar van tevoren. Hiermee wil de organisatie de deelnemers inspireren om hun materiaal gereed te maken en het te fine-tunen voordat ze zich inschrijven. De inschrijfperiode is gisteren begonnen en loopt tot en met 30 september. Ja, ook al hebben de mensen een maand, de ervaring leert wel dat iedereen hier op 30 september gewoon om 4 uur 's middags staat te wachten in de rij om in te schrijven. Dat is altijd wel grappig, dat de mensen een maand de tijd hebben en toch duurt het tot de laatste dag voordat minimaal de helft op één dag wordt ingeleverd. En soms levert dat wat wachttijd op, dus als je dat niet wil, dan heb je 30 dagen de tijd in september om dat te doen. Als je inschrijft moet je inderdaad wat documentatie invullen met je gegevens natuurlijk, een pasfoto van jou. En het belangrijkste is natuurlijk dat je het reglement goed hebt doorgenomen, omdat je dat moet ondertekenen. Daar ga je ook mee akkoord als je hebt ondertekend. En natuurlijk je demo. Nu even over die demo, want demo's zijn in verschillende facetten ingeleverd door de jaren heen. Een demo mag ook alleen maar zijn dat je bijvoorbeeld je het nummertje zingt, dus dat je de tekst zingt. En dat iemand anders bijvoorbeeld op de achtergrond op een muziekinstrument iets inspeelt. Het hoeft geen geweldige studioopname te zijn. Ik denk dat sommige mensen ervan overtuigd zijn dat als ze een geweldige studioopname inleveren, dat ze meer kans hebben. Dat is niet per se zo. En dat kan ik wel uit eigen ervaring zeggen, omdat je natuurlijk bij de selectie aanzit. Je hoort wat de criteria zijn van de jury, waar ze op letten. En soms kan het ook zijn dat het meest eenvoudig ingeleverde nummer daadwerkelijk tot de finale nummers gaat behoren. De ingezonden nummers mogen over alles gaan, zegt Miranda. Het hoeft dus niet altijd over de liefde te gaan. Ze benadrukt dat Suripop een popular songfestival is, dus het gaat om een lied dat bij de tijd moet zijn en een hit kan worden. Deze 20e editie wordt ook de Golden Suripop genoemd. Bij deze editie zal de stichting uitkijken naar feestnummers. We gaan niet uitsluiten als het niet feestelijk is, laat maar duidelijk erbij hebben gezegd. Maar we willen wel dat het inderdaad een feestelijke showavond wordt. Dus vandaar de oproep om het vanwege de composities ook gezellig te maken. De competitie zal hetzelfde zijn, want de criteria voor het winnende nummer die blijven hetzelfde. Er wordt nog steeds op de melodie gelet, wordt nog steeds op de tekst gelet en natuurlijk ook op de uitvoering. Dat zijn de criteria van de jury op die avond. Dat blijft hetzelfde. Dus criteria die zullen standaard gewoon blijven zoals iedereen dat van Suripop altijd gewend is. Maar de uitvoering van de avond, daar willen we natuurlijk wel wat extra's mee doen. We denken dus aan wat speciale gastoptredens, maar wat bijzonder is natuurlijk het feit dat we vorig jaar ondersteuning hebben gekregen van Panza Machine Shop. En zij hebben een hele speciale trofee vervaardigd. En dat is dus de traditionele Suripop trofee met een laagje goud erover. Dus hij heeft een golden edition, om het maar zo te zeggen, gevoel erbij. En dat is natuurlijk wel een bijzondere trofee. Want het is je trofee niet zoals al die andere 19 trofeeën die er al zijn. Maar deze is wel bijzonder. Iedereen die affiniteit heeft met Suriname mag meedoen aan het Suriname Popular Festival. In de maand juli heeft de Stichting ter Bevordering van Kunst en Cultuur workshops georganiseerd ter bevordering van de vaardigheden van mogelijke deelnemers aan dit componistenfestival. De finale avond van Suripop 20 is gepland voor 4 augustus 2018.